En ik ga een midweekje met vakantie. Met Pip en de hondjes. Ik heb de auto even ingepakt. En ik was heel benieuwd of het ging passen allemaal. Het is gewoon gelukt. Kijk, hier is de wagen. Maar ik dacht even, yes, dat gaan doen in de handmat. Ja, hoe kun je zo voor een kind zorgen? Toen zei ik, je hebt een dochter. Nee, moest ik even een drempeltje over, hè? Dus toen moest maar... Je wilde mij gewoon aan mijn verplichting houden. Nou, ik wilde jou gewoon... Even woke maken. Even woke maken dat je een dochter hebt. En dat, ik bedoel, dat je dus niet zomaar kan zeggen, nou ja, ik trek me even terug. Je moet daar even overleggen. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is nu maandagmiddag Het is nu maandagmiddag 2:30. En ik ga een midweekje met vakantie. Met Pip en de hondjes. En ik wil even aan jullie laten zien dat ik net de auto ingepakt. Even daar blijven, Ed. Ik hoop dat de deur zo open blijft. Ik heb de auto even ingepakt en ik was heel benieuwd of het ging passen allemaal. In mijn autootje, maar het is gewoon gelukt. Kijk, hier is de wagen. Onderstel en bovenstel. Pip gaat in de wagen slapen. Daar, in dat huisje. We hebben nog niet zo'n tentje. Heb ik nu wel besteld, maar die komt zo voor 2 dagen binnen. En ik zat echt te denken, waar gaat ze slapen daar? Het is gewoon een klein huisje met 1-2 persoonsbed. Ik doe er gewoon in de wagen. Dat is prima. Daar kan ze best slapen. Dan zit de achterverdieping. Achterverdieping, jeetje. Ik zit slecht in de woorden. Hier komt zo de maxicozy natuurlijk vooraan. Daar gaat Pip in. En daarachter zit een tas met Pip en mijn spullen. Ik moet even scherp stellen. Speelkleed. Nog een rugtas met mijn laptop. Hier wat tassen met boodschappen. Eddie, daar blijven. Blijf eens binnen, Ed. Dan raak ik Ed hier soms kwijt. Dan gaat hij achter katten aan. En hier gaan natuurlijk zometeen de hondjes. Hé, Edje? Oh. Hij zit al. Nou, is goed. Blijf lekker zitten. Komt er waarschijnlijk zo ook nog een andere hond aan. Ze zijn zo voorspelbaar, deze twee. Jullie willen het feestje niet missen, hè? Ga je er ook vast in, Tom? Ga maar. Ga maar. Goed zo, braaf jongens. Goed zo, jongens. Ja. Gaan we lekker naar Ezerveen, hè, jongens? We gaan lekker naar Drenthe. Dat is mijn lievelingshuisje. Ik ben daar... Ik weet niet hoe vaak ik daar precies geweest ben, maar best wel vaak al. In 2018 kwam ik daar voor het eerst, juni 2018, dus dat is nu 4 jaar geleden eigenlijk precies. En toen was ik aan het schrijven aan mijn boek, toen was ik er alleen met Tom. Ben ik oktober 2018 ben ik er nog een keer geweest. 2019 ben ik er nog 1 keer een weekje. Oh nee, niet, 2019 niet. 2020 2 keer geweest. 2021 geweest. Ja, nu weer. Nou, houdt niet op. In ieder geval, ik ga daar eens heen met Pip en de hondjes morgen. Doe deze toch even dicht, jongens, anders raak ik jullie kwijt. Ik zal even een deurtje openzetten. Ik ga 5 minuten rijden hoor, niet dat jullie denken van die honden zitten in de auto. Morgen komt Maart ook nog eventjes, die komt 's avonds. En dan blijft hij slapen, hebben we woensdag leuk een dagje daar en dan gaat hij donderdag weer naar huis. En dan vrijdag ga ik alweer naar huis. Dus het is niet dat ik weken alleen ben met Pip en de honden, helemaal niet. Maar toch nu in mijn eentje met die 3 daarheen rijden. Is ze er klaar voor? Is ze klaar voor. Ze is ready to go. Ready to go, schatje. Ja, liefje, daar gaan we. Te leuk. Zo, nou, wij zijn gisteren aangekomen in dit waanzinnig leuke huisje. Ik zal nog even een mini-tour door het huis geven op een later moment. Wellicht mensen die ons al langer volgen hebben dit huisje al veel vaker voorbij zien komen. Want we zijn er dus al vaker geweest. We kwamen hier gisteren om 6 uur aan, terwijl ik om 3 uur thuis wegreed. En het in principe 1:40 rijden is. Maar dit meisje had er helemaal geen zin in. Het was echt drama. Brullen, brullen, brullen. En ik vond het... Oh, wat is het dan heftig om achter het stuur te zitten. Niet normaal. Vreselijk. Dus ik ben 7 keer gestopt onderweg om te sussen, een speentje erin, even rustig houden. De laatste keer, de 7e keer dat ik stopte, ben ik echt langer gestopt. Ben ik bijna een 30 minuten wel gestopt. Toen dacht ik, oké, ik moet er echt nu even helemaal kalmeren en misschien wel even in slaap wiegen. Maar ik ging dus rijden op het moment dat ze bijna moest gaan slapen. En ik dacht, dan kan ze eerst nog even om zich heen kijken en dan dut ze zo lekker in slaap. Nou, dat was niet het geval. Ze kreeg zichzelf denk ik gewoon niet in slaap. Ik weet het niet. Maar helemaal overstuur. Dus de laatste keer had langer gestopt. Ook even borstvoeding gegeven. In de hoop er in slaap te krijgen. Of in ieder geval rustig te krijgen. Ik kreeg er wel rustig daarmee. Niet per se in slaap. Toen we hier om 6 uur aankwamen was ze nog steeds helemaal oververmoeid. Arme kindje. Helemaal overprikkeld. Het was echt een helse rit. Echt vreselijk. Maar goed, we zijn er. Toen moest ik natuurlijk gisteravond ook nog even uitpakken. Die honden moesten uit. Dat meisje moest in slaap. Dus uiteindelijk zat ik om 8 uur zat ik even met mijn benen omhoog met een maaltijdsalade. Maar helemaal prima. Vannacht geen beste nacht gehad. Maakt ook niet uit. Kan gebeuren. Gaan we niet veel woorden aan vuil maken. Het is een prachtige dag. Dus zij is een beetje hangerig. Maar dat maakt niet uit. Ze mag lekker tegen me aanhangen. En ik ga even ontbijten. En daarna gaan we lekker wandelen. In het huisje trouwens even laten zien.
Dit is dus als je binnenkomt, is dit de, ja, ik wou zeggen de woonkamer, maar dit is de enige kamer in principe met de slaapkamer. Hier de bank, staat nu even een wipstoel op. No worries, ze zit hier niet op zonder dat iemand toeziet. En kijk even het uitzicht, de tuin. Zo mooi. Ik vind dit zo'n fijn huis. Het is hartstikke klein. Maar met dat hout is het gewoon zo'n knus plekje. Hier heb ik Pip net verschoond. Hier de wc. En dan hier de slaapkamer. Ja, ziet er al lekker geslapen uit, hè? Met de douche. Meubel. En Pip heeft hier geslapen. In de wagen. Zo, nu ben ik lekker door het bos aan het lopen met de honden en Pip. En ik hou de honden even aan de lijn. Ik zag gisteravond en vanochtend ook al allemaal konijntjes oversteken. En er zitten hier konijntjes en herten en ze mogen hier los, mits onder appel. Ik heb mijn honden aardig onder appel, maar het krijgt geen 100%. En nou helemaal niet als een hert zien of een konijn. En ik weet dat ze dan uiteindelijk weer terugkomen. Maar ik gun mezelf even wat rust, dus ik hou ze gewoon lekker aan de lijn. We zijn inmiddels al een uur aan het lopen, is lekker. Ik denk dat we zo anderhalf uur gewandeld hebben als we thuis zijn, dus dat is lekker. En Pipje is lekker aan het slapen in de draagzak. De ochtendslaapje moet ze gewoon, op het moment dat ik de honden heb, dus thuis en hier nu ook, moet ze de ochtendslaapje gewoon in de draagzak doen. Maar dat is prima. De eerste 20 minuten van deze wandeling waren minder relaxed, want ik kwam met een hond van ons erf afrennen. Zeg maar bij de aanvang van dit bos. En die liep met ons mee de hele tijd, maar nog best wel een jonge hond. Die was een beetje hitsig en die wilde spelen met Ed. Dus die ging heet op Tom en Ed rijden en wilde met Ed spelen. En is 20 minuten met ons meegelopen. Ik werd echt gek. Ik dacht, oh, ga naar je huis. Uiteindelijk kwam zijn baas hem halen. Maar het is grappig, ik heb natuurlijk weinig slaap deze nachten. Het gaat niet altijd best. En dan kan je veel hebben, maar je incasseringsvermogen is dan gewoon een stuk minder dan normaal. Ik kan normaal heel goed dingen relativeren en denk ik, oké, boeien, rustig. En nu dacht ik echt, hey, kethond, ga weg. Sorry, vervelende hond, ga weg. Terwijl, ik hou van honden, dat weten jullie. We gaan even hier erin, Edje. Popjes op de vingers aan het sabbelen, misschien hoor je dat wel. Maar goed, uiteindelijk ging die hond weg. En dan merk ik gewoon eindelijk van, oh ja, ik heb weinig slaap. Ik kan iets meer hebben. Wat zei jij net? Dat het een cadeautje is dat jij er bent. Ja, ik ben het cadeau wat gearriveerd is. Het cadeautje in Drenthe. All the way in Drenthe. Gelukkig eten. We hebben een saladetje gemaakt. Biertje erbij. Vegan. Filet, chicken strips. Chicken. Broodje erbij. En gezelschap. En gezelschap erbij. Dag niet gezien. Is een dag niet geleefd. Een dag niet geleefd. Dat is ook helemaal afscheid genomen, alsof we elkaar een week niet gingen zien. Precies, ja. Vandaag. Ja. Ik heb ook ingepakt alsof ik 3 weken op vakantie ging. Maar ja, dat is niet. Overmorgen alweer weg. Nou, dat geeft niks. Ja, ja, ja. Morgen lekker dagje. Ja, ja, ja. Morgen gaan we ook met Pip in het badje, ja? Oh, dat opblaasbadje. Ja. Ja, dat is goed. Dat vind ik wel leuk. Dat is goed. Drukke planning. Nou. Poepoe. Poepoe. We zitten hier heerlijk in het avondzonnetje. In ons favoriete huisje. Ja. Je bent hier al voor de 6e keer. Ja. Toch? Ja, zoiets? Zesde volgens mij, ja. Ticket is 18. Ticket is 20. Het is 21. Het is 22. Ja, volgens mij. Of vijfde. Vijfde of zesde keer. Ik was hier dus nooit geweest in de zomer. Alleen nog maar in de winter. Alleen maar in de winter, dus ja. Dus ik kende dit hele gebied ook niet. Het was zo groen en al die gewassen en zo. Dat was, in de winter is het natuurlijk al bruin kaal. En kaal. Ja, nu is het zo groen. En nu dacht ik, wat een groene oase. Ja, het is echt, ja. Mega groen. Maar goed, op het leven. Op ons. Op gezelschap, op ons. Cheers. De mini-vakantie. Ja. En dat Pip misschien vannacht ietsje beter gaat slapen. Maar we gaan er niet meer over klagen. Nee, ik klaag er ook zeker niet over, maar ik mag het toch wel hopen? Dat mag. Laten we daarop hopen. Ja. Oeh, wesp. Wegwezen. Ja, dat is veel wesp. Superman.
Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Pipje. Is een naakte vrouw. Een naakte vrouwenbeeld. Nee, een luiertje. Geef hem een luiertje. Moet lang kleren aan het wakker worden in het zonnetje. Ja. In de ochtendzon. Maar we hebben zoveel beter geslapen dan gisteren, jongens. Niet normaal. Heerlijk geslapen. En wel irritant is nu nog ook dat ik af en toe dus moeite heb met weer in slaap vallen. Ik ben uiteindelijk wel iets van 1,5 uur wakker geweest vannacht. Omdat ik niet in slaap kon komen. Super. Maar ik heb echt heerlijk geslapen. En Pip ook. En Pip ook. Ja, en Pip moet poepen, dus die is even een beetje aan het persen. Dan lekker op de duimpje te... Sabla. Niet te duimen. Nu al te duimen. Knappert. Goed, heerlijk geslapen dus. Ik ga eventjes hardlopen. Ik heb mijn tenuutje aan, zoals je kunt zien. Mijn enorme vest. Met al mijn spullen die ik mee moet nemen. En dan gaan we vandaag lekker op pad. Hier, we gaan even lekker wandelen door het bos. En eventjes ergens misschien een broodje eten of zo. Kan, ja. Of lunch. Zeker. Lunch. Ik ga nu eerst eventjes over de hondsrug rammelen. Ja, leuk. Geniet ervan, schat. Thanks. Ik ga haar zo weer naar bed brengen. Slaap lekker, Pipje. Hey dan, we zijn aan het wandelen richting de lunchpot. Eigenlijk de ontbijtspot. Nog niks gegeten. Half uurtje lopen. Ietsjes meer? Ja, volgens mij iets meer. Nou goed, ietsjes meer. Loop lekker door. Het zonnetje brandt al lekker. Het is wel chill dat het hier... Er is een lekker verkoelend windje. Die is er wel. Misschien dat het door de open vlaktes komt of zo. Maar die geeft nog wel... lekker wat verkoeling. En Pipje gaat ook alles lekker. Die ligt lekker een beetje te relaxen in de wagen. Onverhard. Met de wagen. Met onze all-terrain wagen. Met de all-terrain. Even lekker koffietje drinken. En een broodje eten. Ja. Kijk, dit stel hier nou het liefst zitten samen. Maar ik dacht even, yes, dat gaan doen en dan wat. Ja, moet ik ineens voor een kind zorgen. Toen zei ik, je hebt een dochter. Nee, dan moest ik even een drempeltje over, hè? Het is gewoon even... Ik bedoel, ik vind het hartstikke leuk, maar... Dan heb je even gewoon zo'n momentje dat je denkt, oh, ik ga straks even lekker tukje doen met jou, man. Ja. Oh, nee, je hebt een verplichting waar je... We kwamen hier aanlopen en we liepen op straat voor het huisje. En toen zei Maarten, nou, ik ga even lekker even mijn ogen dicht doen in die hangmat. En toen dacht ik, ja, en dan zit ik met Pip, wat ik niet erg vind. Maar toen dacht ik, hier ga ik even me mee bemoeien. Toen zei ik, oh, ik ga ook even liggen en mijn ogen dicht doen. Dat was niet helemaal waar. Wou ik wel, maar ik moest cool voor alles. Dus toen moest maar... Je wilde mij gewoon aan mijn verplichting houden. Nou, ik wilde jou gewoon... Even woke maken. Even woke maken dat je een dochter hebt. En dat, ik bedoel, dat je dus niet zomaar kan zeggen, nou ja, ik trek me even terug. Je moet daar even overleggen. Of zo. Dat? Dat. Ja, ik was te selfish. Ik ben blij dat je het zelf zegt. Ja. Maar dat geeft ook niks. Ik bedoel, want dat is precies wat je zegt. Je moet er even aan wennen. Daarom. En ik ben er al 12 weken aan gewend. Maar ze bent er nu aan. Nou ja, zeg. Kom ik over als een hele slechte vader? Nee, niet als een slechte vader. Absoluut maar ik, niet. Maar ik dacht wel eventjes van, oh, dan ga ik even lekker in het hangmatje liggen. Even de oogjes dicht. En ik had was er wel een beetje van uitgegaan dat ik dacht, ja, Judy ontfermt zich dan wel over Pip. En daar hadden we niet over gediscussieerd. Of althans, daar hadden we het niet over gehad. Dus toen jij ineens zei van, ja, neem jij Pip even? Toen dacht ik, mijn hele plan valt even in duigen. Maar goed, inmiddels lig ik hier al een half uur heerlijk met haar te schommelen. Kwarkje te eten. Er zit kwark op je kin. Overal kwark. Er zit een lachend meisje tegenover. Nou, dat is toch te gek? Ja. Yeah. Dus, en ik heb mijn tieten geleegd, even gekolfd. Ik heb een kwarkje voor Maarten gemaakt. En ik lag ook zeker niet. We zitten hier nu heel gezellig met z'n vijfjes. Kijk, hier is Tom. En daar is Eddie. Die wil even graag een beetje op afstand liggen. Van zijn ouders. Moet ook kunnen. Weet u nog wat wij jullie in de vorige vlog verteld hadden over het lekkende anusje? Gisteren maakte ik een story dat hij bij ons op de hangmat zat. Toen kreeg ik dus berichten van volgers, meerdere. Van,
Ik moet nu aan de lekkende anus van Ed denken. Dus anus lekt niet de hele tijd. Maar ik kreeg een bericht van een volger dat hij misschien ontstoken anaalklieren heeft. En een aantal andere symptomen die daarbij komen heeft hij ook. Dus misschien dat we toch even een afspraak gaan maken bij de dierenarts. Hij lijkt zelf overigens nergens last van te hebben. Maar wij wel. Vlek op shirts en zo. En hij stinkt. Ja, hij stinkt wel. Hij stinkt. Ja, Tom ruikt naar hond. En vanochtend af en toe naar koeienvlaai, als je er doorheen rolt. Ja? Zit weer kwark op je kin. Ja, nu is het weg. Bij elke app komt er mee. Ja, ik zit hier half onderuit gezakt met een baby. Ik weet het, schatje. Vertel, vanochtend lag hij bij jou op de hangmat? Toen ook gewoon zijn anus. Hij stonk gewoon. Hij stonk gewoon? Ja. Ja. Ja, hij weet dat wij vinden dat hij stinkt. Dus nu gaat hij vanaf staan. Hij is verbannen. Hij is verbannen. Schattig. Yeah. En we hebben net lekker een pannenkoekje gegeten. Nooit genoeg pannenkoeken in ons leven. Ja, hij was wel een klein pannenkoek. Hij was lekker, maar hij was ook klein. Ja, hij was niet groot. Weet je wat grappig was? Nou? Die vrouw die vertelde mij. Ja. Er werken daar twee Oekraïners werken daar in de keuken. Ja. En die ene die zag die camera staan op de tafel. Die ging helemaal aan haar vragen of wij special people waren. Ja, zijn we. Super special. Nou, volgens mij niet dat ik weet. Het zijn gewoon twee Hollandse beunhazen. Heb je gezegd niet dat ik weet? Zegt ik ben hier met de speciaalste vrouw ter wereld? De moeder van mijn dochter? Dat heb ik gezegd, ja. Maar hij vroeg zich af of wij filmsterren waren. Ja, zijn we. Toen zei ik nee. Famous vloggers. Nee, not really. We hebben nog steeds niet eens 10.000 abonnees. Nee, lukt maar niet. Lukt maar niet. Veel te lang. Ja, nee, al wat aandoenlijk wel, tenminste aandoenlijk. Ja. Dus die vrouw kijken, herken ik ze niet misschien van de achterklap van nu.nl? Nee. Maar ja, die vent die zag de camera staan met die microfoon erop. Ja, er zit een grote microfoon op deze camera. Een filmcrew of zo. Ja. Wij zijn B'ers. Nou, we hebben ook niet eens 100.000. Maar bekende Instagrammers? Of ook jij niet? Jij bent de bekende Instagrammer. Ik niet. Nou, sorry, jij wordt net zo vaak herkend als ik. Want jij bent. Vloggen. We zijn niet echt bekende vloggers. Nog niet. Nou, nog niet. Dus help ons naar de 10k, zodat we de volgende keer een antwoord hebben als mensen vragen, hé, wat doen ze met die camera? Oké, we gaan chillen. Is Pipje aan het kletsen? Ja, kletsen. Kletsen hele en ik. Verhalen heb jij, hè. Goedemorgen. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Pip. Morgen. Morgen. Pip ligt even lekker te sappen. Ik zie je morgen weer, ik ga er vandoor. Ja, ik vond het heel fijn dat je er was. Ik ook. Ik vond het gezellig. Mini vakantie. Twee nachtjes. Ja. Veel te kort. Maar de plicht roept. De plicht roept. Weet je wat ik nu weer had net? Toen we hier zo zaten, jij met je koffietje of weet ik wat. En ik met mijn ontbijtje. Zo buiten. Het campergevoel. Ja. Maar de afgelopen dagen toch elke keer het campergevoel gehad. We hebben ook alleen maar gepraat. Een beetje heimwee. Over camperen en precies. Reizen en ja. Weg zijn. Ja. Het was... Ja. We hebben er veel over gefantaseerd en over nagedacht. To be continued. Hij is er ook nog niet af, dus dat scheelt. Ja, dat scheelt. We moeten nog even geduld hebben. Dit half jaar maakt toch niet uit. Maakt toch niet uit. Maar goed, we hadden ineens enorme verlangens om weer, om weer op pad te gaan eigenlijk. Ja. En we kunnen eigenlijk niet wachten tot het ready is. Nee. En we zaten ook weer helemaal te fantaseren van ja, gaan we weer langere tijd weg? Hoe gaan we dat doen met werk? Wat willen we gaan doen? Dit en dit en dat. Terwijl, ik ben net met een nieuwe baan begonnen. Ik ben net 2 dagen bij mijn nieuwe werk begonnen. Dus dat is wel, het houdt ons bezig. We blijven er mee bezig. Het houdt ons bezig. Maar goed, ik ga terugrijden. Ja, liefje, rij voorzichtig. Ik zie je morgen. Als je me nodig hebt, laat me weten. Anders rij ik morgen weer terug om iets op te halen. Als het, ja, het ging dus op de heenreis natuurlijk ook heel goed bij jou. Dat is een helse tocht. Nee, we gaan het gewoon weer doen. Weet je, ja, we moeten toch thuis komen. Of ze nou bij jou in de auto zitten of bij mij. Nee, dat is waar. En ik ga het nu gewoon anders aanpakken. Want ik had op de heenreis gedacht dat ik dacht, ik ga tijdens haar slaapje. Ja, je mag vanavond weer lekker aan de borsters, schat. Ik dacht, ik ga tijdens haar slaapje rijden. Maar goed, ze viel niet in slaap en raakte dus overstuur. Dus ik ga nu gewoon rijden terwijl ze gewoon klaar wakker is. Ja. Na haar slaapje. Hm. En misschien dat ze dan gewoon lekker kan genieten van een heerlijk ritje. Van nou ja, wie weet. Ja, wie weet. Wie weet. Als de druk er niet op ligt, misschien valt ze dan wel in slaap. Ja. Dag Etje. Dit heerlijke huisje. Gaan we vaarwel zeggen. Tot snel. Zo, lekker huisje. En inderdaad, tot ziens. We zetten wel in de beschrijving van deze vlog welk huisje dit is. Ja. Verwacht alleen niet dat je nog plek hebt de komende drie jaar. Want het is, ze is continu vol geboekt. En wat natuurlijk voor haar hartstikke goed is.
Maar we hebben al een paar keer gehad dat mensen wilden weten wat voor huisje, welk huisje het was. En dat we dat zeiden. En dat ze zeiden, oh, ik kan eigenlijk tot volgend jaar al niet meer boeken. Dus bereid je daarop voor als je op de link klikt. Ja, toch? Ja, echt. Ja. Goed. Dit jaar zit in ieder geval helemaal vol. De groeten. And she's back. She's back. She's back. Hell yeah. From holiday. From holiday. Zo lang weg geweest. Enorm. Ik heb je zo gemist. We hebben elkaar elke dag gezien, toch? Ja. Nee. Jawel. Maandag bij mijn vertrek. Dinsdag kwam jij. Woensdag was je er. Donderdag ging jij. Vrijdag kwam ik thuis. Klopt. Ja, inderdaad. Ja, wow. Als je het zo zegt, dan had ik me niet zo bij stilgestaan. Alleen twee nachtjes zonder elkaar geslapen. Ja, dat klopt, ja. Dat is raar eigenlijk. Ik heb het gevoel dat je echt een paar dagen niet hebt gezien ook. Nou, dat is een goed teken dat je me zo mist als je me een paar uur niet ziet. Maar, Still missing. Het is inmiddels zaterdagochtend en we zijn even lekker aan het wandelen in de buurt bij ons. En met de hondjes. Die lopen daar. En uiteraard met onze kleine Matt. En Ju is zich even aan het verkleden in de bosjes. Want we moesten wat foto's maken en zo. Maar die wil dan weer verschillende outfits. Dus die staat hier ergens daar zo achter in de bosjes. Hallo? 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 Hallo. En dus we gaan eventjes wat foto's maken. En daarna even lekker een kopje koffie drinken bij het cafeetje hier. We hebben ook geen riemen bij ons voor de honden, dus dat is top. Maar die vergeet ik dan weer thuis. Want ik moest nog iets anders doen. En toen vergat ik ze op tafel. Maar we hebben dus een tuinslang in mijn auto gevonden. Die vond ik dus. Dus dat gaan we straks gebruiken als riem. Het is nog een tuinslang van de camper trouwens. Dat gaan we gebruiken als riem voor als we een kopje koffie gaan drinken. Dus we gaan jullie laten zien of dat een succes is. Ik heb geen idee, maar... Nou, geen riem, geen probleem hoor. Ed vindt het een beetje spannend. Ik vind het heel raar. Ik denk dat het gekke groene ding. Maar we hebben ze aan de lijn. Ik neem de wagen wel. Wat neem je? De wagen. Ah ja, top. Kom jongens. Kom. Ik heb nog een beetje stretchen ook. Het is zo'n tuinslang dat als die vult met water dat die helemaal uitrekt, weet je wel. Oh ja, we hebben deze dus niet eens gebruikt, hè? Volgens mij, ja wel? Ja, zeker. Oh. Dat was gewoon onze watervulslang in de camper. Oh, ik dacht... Jij hebt nooit water gevuld. Dus dat ik deed het altijd met gieters. Ja, maar deze hadden we later. Ja, dat klopt. Ja, ik weet het weer. Vanaf toen heb ik het nooit meer gedaan, nee. Ik had andere taken. Ik weet niet meer welke, maar... Het was omdat we de gieters zat waren. Klopt. Hallo! Het is nu zondag en ik vergeet het te vloggen. Want ik moet jullie nog van alles vertellen. We zijn dus 2 dagen geleden zijn Pip, Tom, Ed en ik teruggekomen van vakantie uit Drenthe. De terugreis was echt weer drama. Oh jongens, het was echt vreselijk. Ik ben nu 6 keer gestopt, de heenreis 7 keer, maar nu wel wat langer gestopt om er dus echt even te kalmeren. Maar 1 stop ben ik 3 kwartier bezig geweest om me rustig weer te krijgen. Ik vond het zo hartverscheurend, kindje brullen achter in de auto. Ja, ze vindt het autorijden gewoon niks. Volgende keer als ik ga autorijden, zet ik er op de maxicozy naast mij. Op de passagiersstoel. Ja, en ik kreeg op Instagram alweer duizenden tips. De een iemand zei, je moet een doek over de maxicozy doen, dan ziet je kindje niks en worden ze rustig. Een ander zei, je moet de zonneklep omhoog doen, dan zien ze alles en dan worden ze rustig. Heel grappig, die twee na elkaar. Toch ik, ja, zie je zo, elk kind is anders. Dus wij moeten het gewoon een beetje uit gaan vogelen wat voor Pip werkt. Het kan ook gewoon een fase zijn. Het kan ook zijn dat ze zich 2 keer even niet zo lekker voelde. Het was ook een lange rit. 27 minuten hield ze het vol rustig. En toen barstte de hel los. Maar goed, dus ik kwam hier. Het was in principe een uur en 40 minuten rijden. En ik heb er 3 uur over gedaan. Thuis hier, oh, weer helemaal... Ja, dan ben je gewoon kapot na zo'n rit. Pip natuurlijk helemaal overprikkeld en moe en honger. Maar goed, die ging wel gewoon meteen lekker slapen. Maarten en ik hebben lekker in de tuin een biertje gedronken en even nagekletst. Maar het mag niet een te grote stempel drukken, want het weekje was echt heerlijk. Ik vond het zo lekker om even met Pip en de hondjes weg te zijn. En het Maarten natuurlijk, die was er ook gewoon even bij. Ik zat te bedenken ook voor mezelf, want ik werd heel ontspannen. En ik merkte aan Pip dat ze ook ontspannen was. Zodat ze te denken, wat is dat hem? Hier doe ik natuurlijk ook niet zoveel. Maar hier doe ik toch ook, hier ben je bezig met ook wel met je huishouden, de was doen, de afwas doen. Je hebt hier altijd dingen to do. En daar hoefde ik niks. En dat was heel lekker en heel rustig. Dus het was echt een heerlijk weekje. Onwijs genoten. En we waren net aan het fantaseren over onze volgende vakantie. Want we gaan volgende maand september gaan we met z'n drietjes, Maart, Pip en ik, 10 dagen weg.
We weten nog niet waarheen. We dachten eerst Noord-Frankrijk. Maar misschien worden het wel de bergen. Oostenrijk, Dolomieten, kan ook. We kijken wel even. En we gaan de vlog nu afsluiten. Ik ga de vlog nu afsluiten. Thanks voor het kijken. Moet ik nog iets kwijt? Nee, ik hoef niks kwijt. Nee, thanks voor het kijken. Superleuk dat je weer gekeken hebt. Als je vragen hebt, stel hieronder. Dan beantwoorden we je vraag. Like, subscribe. Moet jij nog iets zeggen, Maart? Nee hoor. Nee hoor. Tot de volgende video. Doei!